Elke week eten wij een bankkaart aan plastic. Of dat is toch wat ik vind op het internet. Maar dat zou betekenen dat ik ondertussen al bijna helemaal uit plastic besta. Een bankkaart per week aan microplastics eten, dat is misschien wel overdreven. Maar ze zitten wel echt overal. In mosselen, wortels, kipfilet, appel, koffiebeker, drinkwater, huidscrub, sommige tandpastas, koffiepad en zelfs hier in de lucht. Microplastics zitten dus echt overal. We eten ze op en we ademen ze in. Daardoor heeft zowat iedereen piepkleine stukjes plastic in zijn of haar lichaam. Maar is dat erg? We zijn hier aan de U Hasselt in het labo van toxicoloog Nelly Sane. Hoe komt het dat mosselen vol met plastic zitten? Dat komt voornamelijk door het plastic afval dat in de oceanen terechtkomt. Dat zijn grote plastic deeltjes, maar als deze dan afbreken door bijvoorbeeld UV-straling van de zon of door de inwerking van de golven of zelfs door de inwerking van micro-organismen, gaan deze eigenlijk kleiner en kleiner worden. En zo krijgen we eigenlijk microplastics. En die microplastics die zijn kleiner dan 5 mm. Dat kan je eigenlijk vergelijken met de dikte van een potlood. En zo gaan die eigenlijk kleiner en kleiner en kleiner worden, tot zelfs nanoplastics. En die nanoplastics die zijn kleiner dan 1 micrometer. Dat is eigenlijk 1/10 van een millimeter. Als je lang genoeg wacht, dan breken ook die nanoplastics helemaal af. Na 450 jaar zal je plastic bekertje helemaal verdwenen zijn. Dan is dat bekertje vervallen in losse atomen. Maar goed, nog voor dat gebeurd is, hebben de vissen in de oceanen die plastic deeltjes al lang opgegeten. En ja, wij dus ook. Maar het is niet enkel van mosselen dat je microplastics binnenkrijgt. Denk maar aan bier, want via het bronwater dat gebruikt wordt voor het bier te maken, worden microplastics daaraan toegevoegd. Denk maar aan kipfilet, want die zitten namelijk verpakt in plastics. Maar ook als je bijvoorbeeld deze op een plastic snijplank gaat snijden, kunnen er microplastics in die kipfilet terecht gaan komen. En dan heb je natuurlijk een heel reeks van groenten en fruit. Denk dan bijvoorbeeld aan wortelen. Die worden gegroeid in de bodem. En in onze bodem zitten namelijk ook al microplastics. En als die wortelen daar dan groeien, dan gaan ze natuurlijk blootgesteld worden aan microplastics. En zijn ze daar ook in aanwezig. En daarna worden ze nog eens zelfs verpakt in een plastic verpakking. En zo krijg je er nog eens een lekkere microplastic omhulsel bovenop. Als we plastics gaan opeten, dan is dat voornamelijk via onze voeding. En dan gaan we ze eigenlijk via de maag zo in onze darmen terecht krijgen. Een deel daarvan en een groot deel daarvan, die gaan we via onze stoelgang naar buiten krijgen. Maar het kan wel zijn dat die kleinere deeltjes zich gaan ophopen in onze dunne darm. En als ze klein genoeg zijn, dan kunnen ze zelfs onze dunne darm gaan passeren. Het zijn vooral de nanoplastics die doorheen die darmbarrière kunnen penetreren. Dat betekent ook dat ze eigenlijk tot in die cellen kunnen terechtkomen. En als ze er dan doorheen gaan, dan kunnen ze eigenlijk overal in ons lichaam terechtkomen. Zelfs tot in de placenta geraken en zo eigenlijk het ongeboren kind eigenlijk gaan blootstellen. Microplastics eten we niet alleen op, we ademen ze ook in omdat ze in de lucht hangen. Die komen van de slijtage van autobanden, bijvoorbeeld. Of als je de filter van de droogkast leegmaakt, dan zit daar heel veel stof in, maar ook microplastics. Ook als je je vlies uittrekt, in de zetel ploft, de gordijnen opendoet, over het tapijt stapt, daar komen allemaal microplastics van in de lucht. Microplastics die in de lucht zitten, die ademen in via de mond en die gaan eigenlijk via onze luchtpijp in onze longen gaan terechtkomen. Nu, die grotere plastics die gaan we eigenlijk heel snel terug uitademen. Maar het gaat echt over die kleine micro- en nanoplastics die echt heel diep kunnen penetreren tot in de longblaasjes. En de longblaasjes die zijn natuurlijk bekend voor ons als de uitwisseling voor CO2 en zuurstof. Zeg maar omdat er daar rond heel veel bloedvaatjes zitten. En als we dan zeg maar die plastics daar gaan terugvinden, dan gaan die daar heel snel kunnen passeren en zo in ons bloed terechtkomen. En als ze eens in ons bloed terechtkomen, dan kunnen ze eigenlijk overal in ons lichaam gaan terechtkomen. Zelfs in alle organen. Denk dan maar aan de lever, aan de nieren enzovoort.
Waar zitten ook microplastics in? Dat zijn bijvoorbeeld huidscrubs. Dat zijn onze verzorgingsproducten. Huidscrubs worden gebruikt om dode huidcellen van onze huid te verwijderen. En daar worden ze eigenlijk intentioneel aan toegevoegd om hun functie te gaan uitvoeren. Ook in tandpasta vind je microplastics terug. Dat is ook een verzorgingsproduct. En daarin worden ze gebruikt om de tanden witter te kunnen maken. Als je verzorgingsproducten gebruikt, ik denk je tandpasta, die ga je niet opeten. Maar natuurlijk ga je dat met spoelwater in het afvoer terecht laten komen. En via de afvoer komt het dan in het rioolwater en zo uiteindelijk in de oceaan terecht. Via de oceaan terug in onze lekkere mosselen en zo uiteindelijk toch weer terug bij ons. Dus dan is de cirkel eigenlijk rond. Hoeveel plastic eten we nu eigenlijk? Ik heb dus begrepen dat we een bankkaart per week zouden opeten. Maar klopt dat? Dat was een schatting die op dat moment gemaakt werd. Nu, tot op heden zijn daar nieuwe schattingen. Op dit moment zou het een snuifje zout zijn. Maar de onderzoeken zijn nog volop bezig, dus het zal misschien daar ergens tussenin zitten. Tussen een snuifje zout en een bankkaart. En op dit moment zijn er nog maar heel weinig onderzoeken die gebeuren in mensen zelf. Maar er zijn zeker wel onderzoeken in muizen, ratten en zelfs nog andere dieren, zoals kippen bijvoorbeeld. En wat we bijvoorbeeld gezien hebben in muizen en ratten, is dat er ontstekingen kunnen ontstaan in de cellen. Daarnaast hebben ze ook aangetoond dat het hormoonbalans kan verstoren en daardoor gaan ze eigenlijk trager groeien. In ons lichaam gaan we er sowieso op reageren. Want wij hebben namelijk een afweersysteem. En onze afweercellen die gaan daar automatisch op reageren. Die reageren ook op andere vreemde stoffen. Dus wat ze gaan doen, die afweercellen, die gaan er eigenlijk naartoe gaan om zoveel mogelijk van die deeltjes te kunnen weghalen, zodat ze niet in ons lichaam terecht gaan komen. Maar het zijn ook die afweercellen die een ontstekingsreactie kunnen gaan initiëren. Dat zijn heel lokale en kleine reacties, die gaan we waarschijnlijk niet echt voelen. Maar als er dan een vreemde stof in ons lichaam terechtkomt, moeten we daar energie in steken om die weg te werken uit ons lichaam. En we hebben maar 100% energie te verdelen. En als we daar dan heel veel investering in moeten doen, dan is dat eigenlijk wel schadelijk, denk ik, voor onze gezondheid. Je wilt natuurlijk je energie in positieve dingen gaan investeren en in het wegwerken daarvan, dat zou eigenlijk jammer zijn. Heel recent is wel aangetoond dat als je een vernauwing hebt van je halsslagader en er zijn microplastics in terug te vinden, dat je dan eigenlijk meer risico hebt om een hartfalen te gaan creëren. Dus dat toont toch wel aan dat die microplastics die daar aanwezig zijn toch wel iets gaan doen met ons lichaam en dat daar wel mogelijk meer risico's aan verbonden zijn. In mijn onderzoek probeer ik echt in de cel te gaan kijken welke reacties gaan die kleinste deeltjes, die nanoplastics, gaan uitlokken. En zo heeft Nelly al gevonden dat nanoplastics de energiebalans in een cel kunnen verstoren. Maar de cellen zelf gaan er wel niet dood van. Dat is al goed nieuws. Wat dan het uiteindelijke effect is op je gezondheid, daar is nog veel meer onderzoek voor nodig. En dat is niet altijd zo gemakkelijk. Plastics zijn heel complex. Als je al deze plastic flesjes ziet, dan ga je eigenlijk zien dat die allemaal een unieke combinatie hebben van plastic polymeren, van plastic additieven, maar je ziet ook allemaal verschillende kleuren. En dat maakt eigenlijk ons onderzoek redelijk complex. Daarnaast weten we dan ook nog dat die in heel veel verschillende vormen kunnen voorkomen. Van de kleren komen bijvoorbeeld vezels af. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld fragmentjes. Dat is dan door de afbraak in de oceanen bijvoorbeeld. En je hebt bijvoorbeeld ook de bolletjes en dat zijn bijvoorbeeld de bolletjes die in een huidscrub worden gedaan. Als ik dan een verband heb kunnen vinden tussen bijvoorbeeld een vorm en een bepaald effect of bijvoorbeeld een polymeertype en een bepaald effect, dan nog is het moeilijk eigenlijk om te gaan bepalen of het echt plastic is wat het effect heeft geïnduceerd. Want in de omgeving is er natuurlijk niet alleen plastic aanwezig. We hebben ook fijnstof aanwezig, er zijn zware metalen aanwezig, endocrine verstoorders. En het zijn eigenlijk zo van die stoffen die in de lucht zweven of in de oceanen aanwezig zijn, die kunnen op die plastics gaan plakken. En als wij die dan opeten of via de lucht inademen, dan kunnen wij nog
blootgesteld zijn aan niet alleen die plastics, maar ook aan al die andere stoffen. En dan is het eigenlijk moeilijk te onderscheiden wat induceert nu effectief het effect. En dat maakt het onderzoek wel heel complex. 100 jaar geleden was er nog nauwelijks plastic, maar sinds de jaren 50 zijn eigenlijk de plasticproducties heel sterk gestegen. In de jaren 50 sprak men over 50 miljoen ton wereldwijd, maar ondertussen, in het jaar 2023, spreken we over 450 miljoen ton plastic wat elk jaar geproduceerd wordt. Doordat de productie zo sterk gestegen is de laatste jaren, is het onderzoek ernaar ook pas gestart. En we zijn nu pas in de kinderschoenen van dat onderzoek. We weten al veel, maar we hebben nog wel veel tijd nodig om zeg maar, concreet te gaan weten of het onze gezondheid gaat schaden. Dikke merci om te kijken naar deze video. En ook dankjewel Nelly voor deze razend interessante uitleg. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga mijn eten niet meer opwarmen in een plastieke potje. Wel in een glazen. Gewoon uit voorzorg. Bye bye. Ja.